Voordat ik een getuigenis wil geven, wil ik eigenlijk één ding tegen jullie zeggen. In een getuigenis, in mijn getuigenis, hoor je best wel vaak ook ik of mij. Nou, ik hoop dat je daarbij bedenkt dat het niet om mij gaat, maar dat je daarbij bedenkt hoeveel geduld dat God met mij heeft gehad. Goed, toen Maarten mij vorige week vroeg om een getuigenis te doen, toen had ik nogal wat bezwaren. Het overviel me behoorlijk. Ik vind vaak persoonlijke getuigenissen heel mooi. In een paar minuten tijd wordt kort en krachtig verteld hoe God in mensenlevens werkt. En nou, je zou zeggen, dat is mooi toch? Om te doen ook. Nou, ik dacht er iets anders over. Ik had allerlei bezwaren. Ik was het niet gewend. En ja, wie ben ik dat ik moet getuigen? En het draait heel snel om mij. En ja, wat zouden mensen in mijn directe omgeving ervan vinden? Of wat zouden mijn ouders of nou, wie dan ook ervan vinden enzovoort. En nou ja, ook in deze vraag hoor je weer heel vaak het woordje ik en mij, heel horizontaal gedacht. En ik deelde die vraag met Ankie, mijn vrouw, en die zei van, joh, wat is nou eigenlijk het doel van een getuigenis? En voor wie doe je het? Om wie gaat het? Nou, toen bleef er in mij eigenlijk geen reden meer om niet vrijmoedig te getuigen van de hoop die in mij is, door genade alleen. Ook wat dit betreft gelden de woorden uit 2 Korinthe 5, het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. En dat geldt ook voor mijn getuigenis. Nou, wat is van mijn oude leven? Ik ben adolescent, 31 jaar, ik ben getrouwd met Ankie. Ik heb twee prachtige kinderen van de Heere God gekregen. En ik ben opgegroeid in een behoudend reformatorisch gezin. Het grootste deel in Ridderkerk. En ik ben bevoorrecht met twee gelovige ouders. In mijn jeugd zijn die allebei al tot geloof gekomen. En daar ben ik de Heere God heel dankbaar voor. Toch heb ik ook best wel moeite ervaren met het milieu waarin ik ben opgegroeid, ook kerkelijk gezien. En waarom ik dit deel is absoluut niet om te schoppen, maar om wel eerlijk te zijn over het proces wat ik zelf heb doorgemaakt. En de strijd die ik daarin heb ervaren. En het grootste probleem in mijn leven was eigenlijk dat ik zonder God leefde en mijn godsbeeld misvormd was. Door datgene wat ik hoorde, voornamelijk in de kerk. En het beeld wat ik daarbij in mijn hoofd vormde. En nou, ik kampte met heel veel vragen. En die vragen die centreerden zich rondom de uitverkiezing, waar het best wel vaak over ging. Die vragen die centreerden zich ook rondom de voorwaarden die er gesteld worden in het komen tot Jezus in het milieu. Die vragen die centreerden zich ook rondom de gelovigen die ik zag, dat ik dacht van ja, waar is de vreugde in de Heer Jezus? En dat was bepalend voor het beeld dat ik van God kreeg. Nou, ik wil hier verder niet te diep op ingaan, want dat is niet zo heel erg vruchtbaar. Maar wat voor mij als kind wel duidelijk is geworden, was van ja, dat het voor mij mogelijk zou zijn om een kind van God te worden, ja, dat bestond in mijn beeld niet. Nou, toen ik wat ouder ben geworden, ben ik mijn bisdom gaan verbreden. Ik ging regelmatig naar de SRA-avonden destijds nog en later ook naar hardvrijavonden, et cetera. En nou, ik hoorde en zag daar heel andere dingen dan wat ik gewend was. En dat leverde eigenlijk een strijd in mijn denken op. Van wat is nou de waarheid? Wat ik gewend was te horen of het nieuwe wat ik ging horen? Nou, nogmaals, ik wil echt niet alleen maar de schuld leggen bij mijn referentiekader, maar zeker ook bij de manier hoe ik er zelf mee omga. En dat ben ik eigenlijk pas later gaan zien. Want als ik nu echt zo graag God wilde leren kennen, dan had ik ook gewoon simpel mijn Bijbel kunnen gaan lezen. En volgens mij staat de Bijbel vol van God. En kunnen wij op basis daarvan ons beeld vormen en niet op basis van dat wat wij horen of zien. Of laten we dat op zijn minst toetsen. Nou, daar heb ik heel veel in laten liggen. En God ook heel veel verdriet aangedaan. En, maar al te vaak legde ik de schuld bij de ander. Bij mijn omgeving. En om een beetje die onrust in mij te temperen, ging ik discussiëren met mensen, met mijn ouders, met vrienden. Of ik hield het stil en ik ging discussiëren met mezelf. Maar ik ging niet vrijmoedig tot God. En zocht niet in zijn woord. Nou, het probleem werd hiermee natuurlijk niet opgelost. En de vragen werden zo mogelijk alleen maar meer. Ik heb een paar jaar geleefd in deze toestand en ondertussen ging dat zomaar mijn leven kabbend door. Ik
heb lijdens gedaan en ik ben getrouwd, ik heb een kindje gekregen, doopbelofte afgelegd, et cetera. En kerkelijk leefde ik volledig volgens het boekje, maar tegelijkertijd leefde ik compleet in de macht van de zonde. En dat werd heel moeilijk om dat in stand te houden. Zeker toen ik ineens mijn ogen open gingen dat de vrienden van mij tot geloof komen. Ook al echt op jongere leeftijd. En dat was ik eigenlijk niet zo gewend dat dat vaak gebeurde. Het werd nog moeilijker voor mij toen mijn vrouw in november 2007 tot geloof kwam. Ik zag het werk van God zo dichtbij. Ik zag natuurlijk dat mijn vrouw en mijn vrienden die waren vrij en ik was gebonden. En dat leefde een enorme strijd op. Het werd onmogelijk om zo door te gaan. En hun hadden rust en ik had onrust. En hun hadden antwoorden en ik had vragen. Het meest frustrerende vond ik nog wel, ik weet niet of jullie dat herkennen, dat ze zeiden, we geloven en tot geloof komen. Het is eigenlijk zo eenvoudig. En ik kon woest worden op die vraag, want het was het allermoeilijkste wat er was. Toen op een avond in eind januari, waren we aan het klussen en toen was ik met twee vrienden nog aan het napraten, s'avonds laat. Het ging natuurlijk over de Heer Jezus en over het geloof en wat hun wel hadden in mijn beleving en ik niet. Daar hebben we heel lang over gepraat en op een gegeven moment zeiden we, joh Arjan, je kan prachtig praten, je kan prachtig discussiëren, je weet perfect hoe iemand tot geloof moet komen, het helpt je niet verder. Begin gewoon de Bijbel te lezen als het woord van God voor jou persoonlijk. Dat is het. Fantastische raad. Wat een goede raad was dat. En ik kwam s'avonds thuis. En zelfs toen was er nog een strijd in mijn denken gaan. En half één s'nachts. Moet ik het nou gaan lezen of niet? Goed, ik ging naar binnen en ik pakte de Bijbel. Ik heb toch gekozen om het woord van God te gaan lezen. En ik sloeg hem open bij Jeremia 31. Dat gedeelte is voor mij tot rijke zegen geweest. Want ik was bij vers 3. En er staat, de Heer is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom, en ik heb u getrokken met koorden van goede tierenheid. Dat kwam binnen als een bom. Dat God mij had lief gehad met een eeuwige liefde. Ik sloot mijn Bijbel. Er kwam zo'n vrede en zo'n blijdschap en zo'n rust in me. Ongekend. Ik dank de Heere God voor zijn woord en dat hij dit op mij wilde spreken. Ik wist zeker dat het van God was. Ik heb een heerlijke tijd daarna gehad in rust en in vrede. God mogen danken voor zijn geduld met mij in mijn leven. Helaas heeft deze fase toch maar kort geduurd. En dan zeg ik, goed, dan ben je er. Die fase heeft maar kort geduurd, want zonde die daarvoor in mijn leven speelde van het stellen van vragen, daar was ik nog niet van verlost. Ik ging door met vragen stellen. Ik leefde in rust en ik ging vragen stellen. Je hebt wel gehoord van als je nou geen strijd hebt, dan is het niet echt. Ja, natuurlijk heb je in de eerste liefde geen strijd. Maar goed, ik ging het wel bedenken. En zo had ik talloze vragen. Heb je wel zonder kennis genoeg? En heb je de Heer Jezus persoonlijk mogen zien? Heb je over het randje van de hel mogen kijken, et cetera? Het zijn allemaal dingen waarvan ik hoorde, ze ooit had gehoord. Ik heb dat allemaal niet. En zo redeneerde ik eigenlijk Gods grote genade aan flarden in een vrij korte tijd. Waarom deed ik dat nou eigenlijk? Ik las het woord en dat was het. En dat was eigenlijk te simpel. Ik wilde het liefst een lichtflits, een briefje uit de hemel, een harde stem voor mij persoonlijk van oké, je bent mijn geliefde kind. En je zonden zijn je vergeven. Maar die stem, dat briefje en dat licht, die lichtflits uit de hemel of iets heel krachtigs. Dat bleef natuurlijk uit. En waarom wilde ik dat krachtigst? Om al die stemmen die in mij waren en alles wat mijn ballast uit het verleden, om die te overroelen. Want dan wist ik zeker dat zoals ik altijd had gedacht dat moest, dat het zo niet ging, maar dat het vanuit die krachtige getuigenis kwam. En die is uitgebleven. Ik heb jaren daardoor in het donker geleefd en ik werd af en toe heel somber en... ik ging enorm twijfelen aan het bestaan van God. Totdat wij eind 2009 een zoontje hebben gekregen. Ons tweede kind. Daar hebben wij heel veel zorgen om gehad. Nog steeds wel. Inmiddels weten we dat het een gehandicapt kindje is. Dan kom je voor zulke grote levensvragen te staan. En er gebeurt zoveel in je leven.
te veel om met je eigen verstand te kunnen beredeneren, te veel om het zelf te kunnen dragen. En dat is eigenlijk ook de weg geweest waardoor God mij heeft vastgehouden. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik toch wel naar God bleef gaan en niet te zeggen van, nou, weet je, ik weet het niet meer, ik verlaat alles. Nee, de Heere God heeft me echt vastgehouden. Een tijdje later kwam ik op de poplezingen van Stichting Jij Daar. En daar heb ik de rust en de vrede weer teruggekomen. Ik heb op die lezingen gezien de sluwheid van de Satan en de macht van het rijk van de duisternis. Maar ik heb ook ervaren wat het is om overgezet te zijn van de macht van de duisternis in de macht van het licht. Door het geloof alleen. En ik heb me zo verblijd in de Heer destijds dat ook in januari 2008 in mijn leven was gebeurd en ik mocht dat weer helemaal zien. En dat heeft de definitieve omwenteling gegeven in mijn leven. En zeker toen ik later een preek van dominee Van Kampen luisterde uit Rotterdam, en die preek die ging over nummer 21, over de koperen slang die verhoogd moest worden. Heel het volk Israël was gebeten, alle mensen waren gebeten. En toen moest Mozes eigenlijk heel eenvoudig alleen maar een koperen slang opheffen. En iedereen kon die slang zien. Iedereen kon zien. En de oproep was, kijk alleen. En door het geloof mocht ik toen zien dat de Heer Jezus persoonlijk voor mijn zonde gestorven was. En daarom wil ik ook jullie allemaal oproepen. Kijk, ik weet niet waar je in bevindt, maar kijk. Kijk alleen naar de Heer Jezus. Kijk niet naar je referentiekader. Kijk niet waar je mee topt. In welke situatie je ook zit. Kijk, loop je met boezemzonde of loop je met verslaving aan zonde? Kijk naar de Heer Jezus, want alleen bij Hem kan je de bevrijding ervaren. Niet in datgene wat je zelf kan beredeneren, niet in je eigen werklust, maar aan de voet van het kruis. Daar leer je de zonde kennis, daar leer je de verlossing, daar leer je om oprecht dankbaar te zijn. En dat kijken is echt niet altijd makkelijk, dat weet ik zelf ook, zeker als het heel moeilijk is. Dan kan het kijken naar de Heer Jezus en het opzien naar de Heer Jezus aan de voet van het kruis soms zo ver weg lijken. De laatste tijd lees ik wel eens de brief van de profeet Habakkuk. En ik vind het zo mooi, in hoofdstuk 1 omschrijft hij ook hoe moeilijk dat hij heeft. Ontzettend moeilijk. En hij snapt helemaal niks van wat er gebeurt in de wereld en wat Gods plan daarmee is. Maar hij eindigt wel in de grootheid van God. En hoofdstuk 2 begint dan: ik ging op mijn wachtpost staan en nam mijn plaats op de vestingwal in en keek uit om te zien wat hij, wat God, in mij spreken zou. Om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. En als je dan niet kan kijken op de Heer Jezus, kijk dan uit naar de Heer Jezus, want hij komt. Hij komt ook, al is de strijd heftig, hij komt. En wat zal het heerlijk zijn? Nu is dat nog door geloof, maar straks zou je hem echt van aangezicht tot aangezicht zien. Dat wil ik met jullie delen.